Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans, ik ben de edelmetaalspecialist bij Gold Republic. En ik begin even met twee korte mededelingen. Allereerst aanstaande zondag bij Goudkorts gasten Robert Valentine. Het gaat niet over macro-economie, het gaat niet over bitcoin, het gaat over ook zijn reis als mens en hoe je omgaat met jezelf in deze onzekere en toch denk ik wel tumultueuze wereld. En ja, ik vind het heel erg mooi dat hij dat zo wil delen met de wereld. En ik vond het dus ook een heel bijzonder gesprek. Kijk daarnaar aanstaande zondag, Goudkorts gasten, met Robert Valentine om 7:00. Dan gaan we live. Tweede mededeling, ik was afgelopen zaterdag was ik weer uitgenodigd bij DopiCash. Zij hebben elke zaterdag een livestream met een kop koffie erbij, 's morgens. En ik was daar uitgenodigd, was weer ontzettend leuk. Heb je die aflevering niet gezien? Ja, ik vind het geweldige jongens. Heb je die aflevering nog niet gezien? Ga even naar het YouTube-kanaal van DopiCash en kijk daar eventueel naar als je dat interessant vindt. Nou ja, dan maar direct naar de koersen. Die hebben een tikkie gekregen. Het is overigens donderdag. Het is ongeveer 11:45 en het is de 15e van juni. En de koers van goud staat op dit moment op zo'n 57.300 euro. De kilo. En zilver, 692 euro de kilo. Ja, en dan direct maar even naar die koersen. Want laat ik beginnen met in zijn algemeenheid. Kijk, de afgelopen 5 jaar hebben zowel goud als zilver prachtig mooi gepresteerd. Hè? Als je kijkt naar wat er de afgelopen 5 jaar is gebeurd, of de afgelopen 20 jaar of de afgelopen 50 jaar, dan zie je eigenlijk dat die koersen heel erg netjes hebben gepresteerd. Maar daar zitten ook momenten tussen dat die koers corrigeert. En ik heb het hier al heel vaak gezegd. En daarom vind ik het ook belangrijk om juist nu even op die koerscorrectie in te gaan. Goud en zilver zijn niet immuun voor koerscorrecties. Niet alleen dat. De kans dat wanneer je een iets langere tijd edelmetaal aanhoudt, dan wordt die kans op een soms stevige koerscorrectie, die wordt bijna 100%. En dus het is nooit zo dat je in één rechte lijn een stijging ziet. Als je kijkt naar de grafiek van goud de afgelopen 25 jaar, die vind ik er prachtig uitzien. Maar is die zonder correcties? Nee. En als je inzoomt, dan zitten daar soms best wel stevige correcties tussen. Dus heb je goud gekocht met het idee dat de koers alleen maar omhoog kan, ja, dan hoop ik 1 dat je die gedachte niet hebt gekregen van mij, want ik probeer je iedere stijging, maar ook iedere daling altijd even te duiden. En 2, dan hoop ik dat je er rekening mee houdt dat zo'n daling hoort bij investeren. Dus waar je ook in investeert, niets gaat in één rechte lijn omhoog. Ja, iets wat daar mogelijk op zou kunnen lijken is altijd een pump and dump of een piramidespel of het is een bubbel. Dus je zou zelfs kunnen zeggen iets dat in een rechte lijn stijgt, daar moet je niet in investeren, want de daling is dan onvermijdelijk. En het hoort ook bij het karakter van goud om niet in korte periodes heel hard te stijgen. Het hoort bij het karakter van goud om over een langere periode op een stabiele manier je koopkracht te behouden. En er hoort wel eens bij dat ten opzichte van bijvoorbeeld de euro, die koers even corrigeert. En ik vind dat dus eigenlijk ook gezond dat dat gebeurt. Betekent natuurlijk niet dat het fijn aanvoelt. Het kan zelfs heel erg vervelend aanvoelen. Stel je hebt voor 60.000 euro de kilo goud gekocht en er staat nu op 57.300. Dan denk je misschien toch wel van, ik had iets anders in gedachten. Ik had iets anders bedacht toen ik goud ging kopen. En dan denk ik dat het goed is om uit te zoomen en te kijken, oké, waarom heb je geïnvesteerd in edelmetaal? Heb je dat gedaan omdat je zoveel vertrouwen had bijvoorbeeld in valuta? Heb je dat gedaan om inflatie te dekken? Of dacht je dat de koers keihard omhoog ging? Afhankelijk van wat die gedachten zijn geweest, zul je moeten acteren. Zul je moeten reageren. En ik denk dat het dan goed is om bijvoorbeeld te kijken naar die eerste categorie. Namelijk, kijken we naar de euro,
dan zien we enorme problemen. Ik heb daar op mijn Twitter ook nu best wel veel interactie over, namelijk die mogelijke of eigenlijk bijna onvermijdelijke introductie van een central bank digital currency. Waarom zouden bijvoorbeeld centrale banken dat doen? Ja, dat doen ze niet omdat het zo goed gaat met die euro. Ze doen dat omdat ze bezig zijn met het bedenken van kunstgrepen om financiële controle uit te kunnen oefenen. Dat laat onverlet dat de route van de euro er een naar de intrinsieke waarde van nul is. En dus ten opzichte van die route van de euro naar nul, de route van goud ten opzichte van de euro naar oneindig. En als jij dus met die gedachte dacht, ik ga een deel van mijn vermogen investeren in fysiek edelmetaal, dan zou je een correctie kunnen zien als een mogelijkheid. Bijvoorbeeld om je gemiddelde aankoopkoers wat lager te krijgen. En ja, ik zeg niet dat je dat moet doen, maar ik denk wel dat zeker in zo'n periode van een daling het goed is om even na te denken over je positie. Misschien ook even die positie te heroverwegen. En mocht het zijn dat je een bepaald doel hebt. Stel, jouw doel is 10 ounce goud. En je hebt er 4 of 5. Dan zou je kunnen zeggen, nou, de gemiddelde aankoopkoers kan ik van al die ounces, die kan ik naar beneden krijgen door nu nog wat extra aan te kopen. Dus ik weet niet wat de overweging is natuurlijk. En daar bemoei ik me ook bij niemand mee. Maar ik vind het wel goed om even de mechaniek achter investeren in edelmetaal te duiden en weer toe te lichten. Dan natuurlijk naar waarom daalt die koers. En ja, dan kom ik uit op de volgende 2 mogelijke verklaringen. Allereerst kijken we dan even naar de Federal Reserve. Die hebben aangekondigd, die rente die gaan wij pauzeren. En voor goede redenen, denk ik. In Amerika zien we dat de economie stagneert. We zien ook dat de inflatie wat terugloopt. Die is overigens nog steeds ruim 200% van het mandaat van de Federal Reserve. En zij mikken altijd een beetje op rond die 2%. Hij is nog steeds hoger dan 4. Is dat dan dus een reden om te stoppen met waar je mee bezig was, namelijk renteverhogingen? Ik zou zeggen nee. Als jouw doel is die inflatie naar beneden krijgen, dan blijf je totdat je dat doel hebt bereikt de maatregelen opvoeren. Toch gebeurt dat niet. En waarom gebeurt dat niet? Ja, omdat ook in de Verenigde Staten die economische stagnatie heel erg zichtbaar wordt voor heel veel mensen. En dan wil ik nog wel dit gezegd hebben. Kijk, de officiële inflatiecijfers zijn 4,2%. Maar zoals we ook in Europa merken, ook in Nederland merken, en in Amerika is dat nog veel beter te beargumenteren, je zou ervan uit kunnen gaan dat die inflatiecijfers, die reële inflatiecijfers, een stukje hoger zijn. Misschien wel veel hoger zijn dan datgene wat wij officieel te zien krijgen. En dat zou dus betekenen dat je die maatregelen waar je mee bezig bent eigenlijk nog niet zou moeten stoppen. Maar kun je ermee doorgaan? Nou, zo blijkt ook uit een aantal analyses van economen in de Verenigde Staten. Nou, nee, want 1, die rente die is al zo hoog, hetzelfde hoogte als het moment vlak voordat de kredietcrisis uitbrak. En 2, we zien die economische stagnatie al versnellen. Dus als die rente nu nog verder wordt opgevoerd, ja, dan kan dat hele, hele heftige effecten gaan hebben op de economie in de Verenigde Staten. Tegenover dat zwaargewicht van de VS heb je ook nog de ECB. En die hebben aangekondigd dat zij later vandaag de rente met 0,25% gaan verhogen. Ja, dus dan gaan we van 3,25% naar 3,5%. Is dat hoog? Nee, het is helemaal niet hoog. De inflatie in de eurozone is wel een stuk hoger. Niet alleen dat. We zien dat Duitsland al in een recessie zit. We zien ook dat het eerste kwartaal in Nederland een negatief kwartaal is geweest. 0,7% krimp. En dan toch even de positie van die twee landen, namelijk Nederland en Duitsland, netto in absolute zin de grootste betaler aan het Europese project. En ook netto per persoon, namelijk als Nederlander netto per persoon de grootste betaler
aan het Europese project. En dat kan dan dus bijna niet anders dat andere landen daar last van krijgen. Nou, als Nederland in een recessie zit, met andere woorden, er is minder valuta in omloop. Er zijn minder mogelijkheden om ook belasting te betalen. Ja, daar gaan andere landen last van hebben. Want die zijn afhankelijk van onze bijdrage. Ja, en dat is denk ik toch wel goed om even te noemen. Dat als Duitsland in een recessie komt, Nederland in een recessie komt, de kans heel groot is dat andere landen binnen de Europese Unie, heb ik het bijvoorbeeld over Griekenland, heb ik het bijvoorbeeld over Italië, heb ik het bijvoorbeeld over Spanje en een aantal andere wat zwakkere economische broeders, ja, die komen dan natuurlijk ook in een recessie terecht. En we weten wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Toch gaat de ECB de rente verhogen. Is dat slim? Nou ja, je zou kunnen beargumenteren, nee, dat is helemaal niet slim. Dat is juist helemaal contrair aan wat die missie van de ECB is. Namelijk op het moment dat het wat zwakker, en dat de economie stagneert, die rente verlagen. En op het moment dat het goed gaat, die rente verhogen. Nu gaan ze dus de rente verhogen, terwijl de economie stagneert. Desondanks zien we dat de koers van edelmetalen aan het corrigeren zijn. En je zou dus kunnen zeggen, de investeerder, ook in de edelmetaal, maar dan vooral de papieren versie van edelmetaal, kijkt naar die korte termijn. Wat gebeurt er binnen nu in een maand? Wat gebeurt er binnen nu in 2 maanden? En op het moment dat die draai volledig is, ik denk eerst in de VS en daarna in de Europese Unie, waarbij dus wordt aangekondigd, wij gaan de rente niet verder verhogen, of zelfs wij gaan de rente verlagen. Dat is het moment waarop duidelijk wordt dat die strijd tegen inflatie niet wordt gewonnen. En dat is het moment waarop waarschijnlijk ook veel investeerders weer zullen zeggen, weet je wat, wij gaan toch maar weer wat edelmetaal aan onze portefeuille toevoegen. Gaat het op die manier gebeuren? Geen idee. Wist ik het maar. Ik heb die glazen bol niet, dus ik weet niet of dat gaat gebeuren. Wel is het denk ik een waarschijnlijk scenario. En is het iets waar je voor jezelf gewoon even over moet nadenken. Nou, wat we overigens ook zien om nog eventjes die economische stagnatie in Nederland te bevestigen, is dat de werkloosheid oploopt. Ja, en gaat zo'n renteverhoging dat verhelpen? Nee, die renteverhoging van de ECB later vandaag, die gaat dat zelfs verergeren. Want de lastendruk wordt hoger, het financieren van schulden wordt moeilijker en dus kunnen we er eigenlijk allemaal vanuit gaan dat de werkloosheid nog verder zal oplopen, dat het aantal faillissementen nog verder zal oplopen. En dat versterkt misschien juist wel de urgentie om iets te doen met vermogen dat je nu misschien nog hebt, maar wellicht op een later moment niet meer. En we zien het overal, hè? We zien het in heel Nederland, zien we het over eigenlijk alle categorieën, zien we dat het minder goed gaat als je, als je het zo wilt noemen. Nou ja, ik sluit deze aflevering even af met het conflict in de Oekraïne. Of in Oekraïne dat inmiddels zo'n 1,5 jaar al duurt. Er is nu ook een tegenoffensief gestart. Laat ik me neutraal uitspreken. Namelijk, ik hoop dat dit conflict zo snel mogelijk is afgelopen. En ik heb daags nadat het losbrak, heb ik in een emergency goudkoorts vanuit Kaapstad aangegeven, vreselijk dat dit is gebeurd. Vreselijk dat het blijkbaar niet op te lossen is zonder conflict. Maar ik heb ook toen al de hoop uitgesproken dat het zo snel mogelijk voorbij zou zijn. Nou, we zijn nu 10 sanctierondes verder. Er wordt niet meer gesproken over het leveren van helmen en scherfvesten, maar F-16's. En er zijn honderden duizenden mensen het slachtoffer geworden van dit conflict. En het is heel erg jammer om te moeten constateren dat ik ook geen handreikingen zie van welke partij dan ook om hier vreedzaam een einde aan te brengen. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen, het zou zomaar kunnen zijn dat dit conflict nog even voortduurt. Ja, daarnaast is natuurlijk onlangs bekend geworden dat er zelfs nucleaire wapens worden gestationeerd in bijvoorbeeld Wit-Rusland. Nou, er staan natuurlijk al tientallen jaren nucleaire wapens gericht op Rusland.
En dat lijkt niet op de-escalatie. Dat lijkt op verdere escalatie. En ook dat is iets wat je mee moet nemen. Niet alleen maar in je financiële voorbereiding. Want wat gaat dit op over een jaar betekenen? Wat gaat dit betekenen aan de komende winter voor energieprijzen? En zijn we dan weer terug bij waar we vorige winter waren? En moeten we dan ook hier allemaal weer daaronder lijden? Ik heb het vermoeden dat dat zomaar het geval zou kunnen zijn. En dan is het ook nu het hartstikke lekker weer is buiten, belangrijk om daarover na te denken en dat ook mee te nemen in je voorbereiding, in je overweging. Nou, ik spreek wel nogmaals de hoop uit dat dat dit conflict zo snel mogelijk eindigt. Want ik denk dat ieder aanvullend slachtoffer dat er valt. Er zijn al veel te veel slachtoffers gevallen. En ieder aanvullend slachtoffer is er echt één te veel. Nou ja, niet per se een mooie boodschap om mee te eindigen. Denk ik wel goed altijd om die hoop uit te spreken. Heb je dit een interessante uitzending gevonden? Like deze video dan even. En ja, nogmaals, mocht het lukken om dit jaar 50.000 abonnees op het YouTube-kanaal te bereiken, ja, dan gaan wij flink uitpakken. En dan bedoel ik niet, ik ga een aantal mensen blij maken. Ik denk dat ik dan iedereen, in ieder geval alle mensen die een account bij Coach Republic hebben, blij ga maken. Dus help ons daarmee. Ben je geabonneerd op het YouTube-kanaal? En heb je bijvoorbeeld ook al een account bij Coach Republic? Vraag iemand anders om zich ook even te abonneren. En op die manier hopen wij, of ga ik, voor die 50.000 abonnees in 2023. Ik denk dat onze boodschap belangrijk is. Dat het ook een inhoudelijk sterke boodschap is. Dus wil je daar naast dat je er zelf van kan profiteren, iemand anders ook blij mee maken, vraag iemand anders zich ook even te abonneren. Nou, ben je zelf nog niet geabonneerd? Doe dat natuurlijk even. Heb je een vraag of een opmerking? Dat kan hieronder in de comment section. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkoorts.